Goedemorgen, het is 4:15 op een zondagochtend en ik ben onderweg naar Apeldoorn. Ik ga vandaag leren asfalteren en zij gaan me daarbij helpen. Nou John, ik zie hier lijnen hier achter mij. Kun je mij vertellen waar die voor zijn? Die lijnen zijn om elkaar aan te sluiten. De achter de machine, de asfalt, tegen elkaar aan te sluiten. Daarmee zorg je dus dat het asfalt dat van 3 naar 2 banen gaat bijvoorbeeld goed samenkomt. Juist. Nou, laten we aan de slag gaan. Oké, ik loop hier dus net even een stukje en ik zie dit ontzettende bakbeest staan. En stiekem hoop ik dat ik hier op mee mag rijden vandaag. Dus daar ga ik mijn best voor doen. We staan nu op de shuttle buggy. Wat doet zo'n shuttle buggy nou? Het materiaal nog een keer. En mocht je het niet horen met al het lawaai van de machines hier om me heen. Hij mengt nog een keer het materiaal, dus het asfalt. En vervolgens distribueert hij het naar de volgende apparaat. En dat is de asfaltspreidmachine. En daar komt dan de asfalt dus weer uit. Ik mag ook een stukje rijden. Dit is wel spannend. En hoeveel asfalt heb ik nu aangelegd? 10 ton. 10 ton asfalt. Ik heb dus dat stukje A1 heb ik aangelegd. Of ik ook even op de bals mee kan. En ik moet een soort van gaan liften. Om te kijken of ze mij dan zien en mee willen nemen. Ja hoor, de deur gaat open. Sander, kun jij vertellen waarom dat hij moet blijven rijden? Nou, als ik stil is, dan zakken we weg in de asfalt. Ja, dus dan is het asfalt niet meer gelijk. Nee. Ik ga even een stukje walsen en krijg nu uitleg hoe dat moet. Jullie hebben dat niet gezien, maar ik heb speciaal de snelheid van een schildpad gekregen. Daar dus. Daar gaan we. Oh, zo gaat je achteruit. Een leuke video, laat een like achter en volg ons YouTube kanaal. En heb jij tips waar ik volgende keer naartoe kan? Laat dan even iets achter in de comments.